Ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk dit pakketje unboxen en er zit iets heel erg speciaals in. Ik heb er heel erg veel zin in en ik kan eigenlijk niet wachten om het jullie te laten zien. Ik kan niet wachten om dit pakketje zo meteen met jullie te gaan unboxen. Dus vind je de video nou leuk? Doe dan zeker weten alvast een duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren. En let's get started! Ik heb de doos even op een bijzettafeltje gezet, zodat het wat makkelijker was. Want het was best wel een zware doos. We gaan nu het pakketje unboxen. En ik heb het al wel vast losgesneden. Dus ik heb het plakband alvast losgemaakt, zodat ik dat niet meer hoef te doen in de video. We gaan het openmaken, want ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Wow, wat leuk! Ik zie een tasje en het ziet er heel erg leuk uit. De doos staat op de grond en ik heb het tasje even hierop gezet, zodat we alles goed kunnen bekijken. Als eerste ziet het tasje er heel erg leuk uit. Een leuk printje, een leuk marmelprintje. En er staat op LOL Surprise. En ik ken dit, ik vind het heel erg leuk, dus ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. We kunnen het al een beetje raden, maar ik ga gewoon even kijken. Wow, wat leuk! Oh, nou, dit is zo leuk! In het tasje zitten twee hele gave capsules van de LOL Surprise Underwraps. En zie hoe leuk! Oh, ik ben zo benieuwd hierna. LOL Surprise is namelijk een nieuwe serie. En deze serie heet I Spy. En deze serie staat helemaal in het teken van geheime boodschappen vinden door middel van het vergrootglas die erbij zit. Je ziet het hier al op het plaatje. Een vergrootglas. Het is dus niet zo dat als ik dit straks ga openmaken, ik gewoon kan denken, oh, ik gooi de verpakking weg. Nee, want die ga ik nodig hebben omdat er geheime codes op staan. Geheime woorden die ik misschien wel nodig heb om mijn capsule te kunnen openen. Ik heb hier dus twee capsules van de LOL Surprise Underwraps van de nieuwe serie I Spy. Ik ga er vandaag eentje openmaken, dus laten we snel beginnen. Ik heb hier de capsule en ik ga door middel van het ritje denk ik maar gewoon de capsule openmaken. Kijken. Ik ga hem openmaken. Ik heb het vergrootglas in ieder geval ook gevonden. En ik zie hier al een secret boodschap staan. Namelijk, look for secret clues. Oftewel, kijk goed naar geheime aanwijzingen. Ik ga de verpakking nog even verder onderzoeken. En als hier niks belangrijks meer op staat, dan gaan we door naar de volgende. Op de nieuwe laag van de capsule ga ik weer op zoek naar het ritje. En die heb ik hier gevonden. Dus daar trekken we maar weer gewoon aan, denk ik. En ik kan de verpakking er weer aftrekken. Ik heb weer een secret boodschap gevonden, namelijk getting close. Dus ik kom steeds dichterbij de capsule. En je kan het al zien, want ik zie hier al wat kleurtjes en poppetjes. Heel erg benieuwd. En we gaan ook het laatste ritje lostrekken. En ook de laatste verpakking is los. En er valt direct al een papiertje uit. Dit is een heel klein papiertje. Maar hier staan allemaal codes op, zie ik. Dus ik ga hier even mijn vergrootglas bij pakken. Ik ben het papiertje even aan het bekijken met mijn vergrootglas. En ik zie allerlei codes staan. Zo zie ik een kroontje en een diamantje staan. Een klavertje 4 en een poppetje. Een vlammetje en een sneeuwvlokje. En zo zie ik er nog veel meer staan. En ik denk dat ik weet waarvoor dit is. Want ik heb hier de capsule. En om die te openen heb ik dus codes nodig. Dus ik ga gewoon eerst even de eerste code hier invullen. Dat is het kroontje en het diamantje. En dan ga ik even kijken of die wil. En als die niet wil, ga ik voor de tweede code enzovoort. Code 1. Deze wil helaas niet open. Code nummer 2. Helaas ook niet goed. Code nummer 5. Ja, hij gaat open! Wow, wat cool. Er zit wat in. Kijk. De eerste surprise die ik gekregen heb is een kledingstuk. Het is een rokje met een shirtje. En die kan ik straks aan gaan doen op mijn poppetje. Het is nu tijd om de grote code te kraken. Ik heb namelijk nog deze code en ik heb er hier ook nog twee. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar deze. Dus we gaan gewoon deze code proberen te kraken met de codes die op mijn papiertje staan. Jongens, jullie geloven het niet. Gewoon de allereerste code, code nummer 1, is direct goed. En er zitten allerlei surprises in. Wow, dit is super gek. Er zit als eerste dus een poppetje in. Maar dit poppetje is heel anders dan dat normaal de poppetjes zijn. Dus ik heb het idee dat dit een soort van vermomming is. Of in ieder geval dat dit nog niet het echte poppetje is. Ik ga er zo even verder naar kijken. Eerst ga ik de rest uitpakken. We hebben hier weer een surprise. Ik ga hem even openmaken. En dit is een heel klein dingetje, zie ik al. Want het neemt niet zoveel plek in beslag. Wat schattig. Wat klein dit. Wat leuk. Kijk eens hoe klein. Ik denk dat het een soort speentje is. Maar ik weet het dus niet zeker. Ik leg hem even bij mijn andere spulletjes neer. We maken de volgende surprise open. En hier zit een... Oh, wat gaaf. Wat cool dit. Een brilletje in. Een echte zonnebril die ik straks kan gaan opdoen bij mijn poppetje.
En tot slot zit er nog dit haakje bij. En ik denk dat ik dit straks ergens voor kan gaan gebruiken. Ga ik straks even uitzoeken. En er zit weer een papiertje bij, zoals er eigenlijk altijd bij zit. En hier staan weer alle poppetjes op. En ik kan weer allemaal geheime dingetjes, aanwijzingen ontdekken door het vergrootglas. Het poppetje zit dus nog vermomd. En ik ga hem zo meteen even openmaken. Of in ieder geval kijken wat voor poppetje ik heb. Maar eerst ga ik deze codes kraken. Want ik heb hier nog twee codes die ik moet kraken. En ik ben heel erg benieuwd wat daar nog voor leuke gadgets of surprises in zitten. Ik heb weer een code gekraakt. En deze keer was de code het klavertje 4 met het poppetje. En er zit dus weer een surprise in. Laat ik hem even gaan openmaken. Ja, wat leuk! Ik zit helemaal in het rode thema, want ik heb nu een rode drinkbidon gekregen. Super cute! Dan gaan we nu de allerlaatste code kraken. En dat is namelijk deze. Ik ga een code gebruiken die ik nog niet gebruikt heb. Een P-steken en het hartje. De eerste code die ik probeerde was direct goed, want het was namelijk een P-stekentje en het hartje. En er zit een heel klein schattig surprise in. We gaan het cadeautje openmaken. Oh, wat schattig, dit zijn de schoentjes. De schoentjes! Alle codes zijn nu gekraakt en het is nu tijd om ons poppetje van de vermomming af te helpen. Ik kan hem van de achterkant heel gemakkelijk openmaken. En dit is het moment, want ik ben zo benieuwd. Oh, wat leuk. Oh, wat schattig. Kijk al, hoe schattig. Ik heb hier mijn poppetje en mijn poppetje heet Trilla. En ik ga Trilla nu even aankleden. En Trilla is aangekleed en ik vind het er super cool uitzien. Ik heb het brilletje opgedaan, maar dat hoeft natuurlijk niet. Ik heb ook het speentje ingedaan en dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar ik vond het wel grappig om even de hele look compleet te maken. Ook heb ik hier nog een drinkbekertje die er heel erg leuk bij kan. En dan is ze gewoon helemaal compleet. We did it! Het tasje is zoals ik voel nog niet helemaal leeg, want er zitten allemaal ballenbakballen in. Huh? Nu zie ik dat er behalve de ballenbakballen ook een kaartje in zit. En dit lijkt wel een kaartje met een boodschap. Op het kaartje staat namelijk ballenbakballen plus Tina Festival. Het leuke nieuws wat ik jullie namelijk mag mededelen is dat LOL Surprise dit jaar met een hele coole stand op het Tina Festival zal staan. Beide dagen, dus het hele weekend. De stand staat helemaal in het teken van de nieuwe LOL Surprise Underwrap. En het coole is, ze hebben een hele leuke challenge met allemaal ballen in een hele grote ballenbak. Als jij de challenge wint, dan kan je ook kans maken op jouw eigen LOL Surprise Underwrap. Als extra heeft LOL Surprise bij de stand ook een hele leuke fotobooth, waar jij een hele leuke foto kan maken. En deze foto mag je ook mee naar huis nemen. Dus dan heb je een superleuk aandenken aan het Tina Festival in combinatie met LOL Surprise. Ik ben zelf ook het hele weekend aanwezig op het Tina Festival. En ik zou beide dagen, dus zaterdag en zondag, aanwezig zijn bij de stand van LOL Surprise. Voor de tijden hiervan kan je best even mijn Instagram checken. Daarom ga ik dit allemaal bekendmaken en vind je meer informatie. Dan was dit weer de video. En vond je de video nou leuk? Wil zeker weten even een duimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En ik kijk heel erg naar uit om jullie te zien op het Tina Festival. Dus kom allemaal naar de LOL Surprise Stand. Ik vind het heel erg leuk om jullie daar allemaal te ontmoeten. Dus wie weet wel, tot op het Tina Festival. En anders tot mijn volgende video. Doei doei!